goed. Jullie weten niet waarom dat ik een blaadje papier bij heb, maar kennen jullie deze tekenspul? Aftellen en dat gaat hier allemaal keer voor ons. 3, 2, 1, triomf! Jullie kennen dit videoclub. Kijk. Dus ik ga daar van alles mee doen. Dus dat gaan we voorzichtig open doen. We gaan daar dingetjes mee tekenen. Het boekje ervan, waar je dingetjes mee kan tekenen. Oké, dit zijn al de pennetjes die we kunnen gebruiken. Dus dat ik hier allemaal eruit halen. Dus dit is... Ze zijn allemaal hetzelfde kleurtjes. Het zijn wel mooie tussen. Maar ik heb het blaadje als zijn als gewoon wit. Oké, dus we gaan er nu aan beginnen. Goed. Oké, we gaan... iets heel moois tekenen. Ik ga jullie iets doen wat je allemaal mee kan doen. Tekenen. Ze tekenen wel nog goed, maar zulke dingen kan je mee doen. Wat? Tekenen. Zo ziet, teken ze bijna niet meer zo goed. Misschien kijk. Ze tekenen al bijna niet meer goed, omdat het van vroeger is. Kijk, ah ja, hoor. Kijk, ah je eigenlijk gewoon, wopla. Gewoon, kijk, daar heb je gewoon niks op je blad. Gewoon voor je kleurtjes en een andere kleur te doen. Als je dat wilt, kan je je kleurtje en een andere kleur doen. Kijk, zie je? Dat kan je super goed. Kijk. Dus, als jullie deze tekenwerking ook willen, kan je zeker, kijk, hier heb je ook superleuke favoriete dingetjes. Je kan er mooie dingen mee maken. Je kan zelf veel tekenen. Kijk, deze kan je tekenen, deze. Je kan dat allemaal maken met... En waar dat je dat kan kopen is overal, maar je moet juist een naam hebben. En de naam ga ik nu eerst zeggen. Staat op elk stiftje staat een naam. Oké, dus ik ga nu uitleggen. Dus als jullie deze webshop willen, eigenlijk deze stiften willen, kunnen jullie naar de webshop gaan van Keanu Boyke, want het komt van de webshop van Keanu Boyke. Het komt van de webshop Keanu Boyke. Je kan dat ook vinden op de webshop van... je kan dat ook vinden op de andere webshops. Als jullie hem direct willen, zo een hele mooie, moet jullie naar de webshop van Keanu Boyke 2009. Dus welkom Keanu Boyke, staat erop. Welkom Keanu Boyke 2009. Oké, dus je kan er eigenlijk alles mee doen. Dus het staat nu even verkrijgbaar in onze webshop. Nu gaat het even in het beeld komen. Kijk, we gaan tot 3 tellen en het komt in beeld.
De webshop van Keanu Boyke van mij. 3, 1, 3, 2, 1. Nu gaat het in beeld komen hier zo. Zien jullie het? Oké. Dus, jullie moeten de webshop van Keanu Boyke gaan. Dan moet je deze... Dan moet je in de webshop van Keanu Boyke deze titel intypen. Vanaf als je deze titel ingetypt even, dan krijgen jullie dit verkrijgbaar. En hoeveel euro kost het? Het kost rond 10 euro. Dus het kost 10 euro voor al de stiften te hebben. Want als je niet zoveel geld hebt, krijg je alleen het boekje. Krijg je alleen het boekje. En dat hebben we niet de bedoeling, dus... Ik had dat fijn op de webshop van Keanu Boyke. Die stiften. En het, voor als je heel het pakje wilt, zit dat allemaal in een doos. En is dat 10 euro voor een pakje. Dan kost dat maar 10 euro. Kost dat 10 euro voor een pakje. Keanu Boyke 2009. Maar je kan ook nog een ander pakje. Het kan zijn dat... Dus je moet maar uittesten. Het is eigenlijk voor 6 jaar, maar je kan er ook wel mee werken. Dus als jullie deze... Dus als jullie alleen maar één stiftje willen, dan... Als jullie maar één stiftje willen, staat dat gewoon zo in verkrijgbaar op mijn webshop. Staat er daar maar één stiftje. Als je er twee wilt, staan er twee stiftjes. Als je er drie wilt, staan er drie stiftjes. Als je er vier wilt... Als je er vier wilt, zes. Als je ze allemaal wilt, moet je. Krijg je heel het pakje. Krijg je een recept. Een hele bakje. Ja, en dan heb je hebt ook nog een grotere doos. En zulke grote doos hebben wij ook in onze webshop staan. En in onze webshop kan je al die dingen vinden. En wat hij ook kan, je kan ze ook opzoeken op bols.com. En als je het wel al direct wil hebben, moet je naar de winkel gaan. Want dat is al, dus nu staat het, dus dat staat op de webshop van Keanu Boyke staat het. Maar het is onze webshop alleen in het weekend open. Onze webshop. Ze brengen het niet in. Ze brengen het niet in. Dus. Als jullie. Deze video leuk vonden. En zoek zeker. Deze site op. Als jullie deze video leuk vonden. Geef dan. Een goed idee. In ons kanaal. Dan mis je nooit de video. En we gaan voor 1000 likes. En abonneers 6000. Dus doei. Peace. Doei. Peace.